Ja, het profiel van Maastricht Haag Airport is eigenlijk redelijk eenvoudig te kenschetsen. Wij zijn een van de 5 Nederlandse luchthavens van nationale betekenis. En onze rol in Nederland is dat wij niet alleen passagiers vervoeren, maar dat wij ook naar Schiphol de enige luchthaven zijn waarin luchtvracht wordt verwerkt. Naast passagiers en luchtvracht willen wij ons ook verder specialiseren in het vliegtuigonderhoud. Wij willen letterlijk en figuurlijk een platform bieden hier op de luchthaven voor het kunnen vestigen van luchtvaartonderhoudsbedrijven. Belangrijk daarbij is ook dat hier de Aviation Competence Center is gevestigd. Dat is een school voor het opleiden van vliegtuigmonteurs en vliegtuigtechnici. Er zijn niet al te veel luchthavens in Europa en EU die zelfstandig het hoofd boven water kunnen houden in deze tijden. Dat was ook bij ons het geval en de provincie heeft daarom besloten om per 15 juni jongstleden de luchthaven over te nemen van de voormalige Engelse aandeelhouders. Een van de belangrijkste redenen waarom de provincie besloten heeft de luchthaven over te nemen is de regionaal economische betekenis van dit bedrijf. Hier werken 140 mensen, zo'n 40 bij de airport en zo'n 100 bij het afvallingsbedrijf. Maar in totaal biedt de luchthaven, vanwege het feit dat die landingsbaan daar ligt, aan meer dan 1000 mensen werk. Zoals onderhoudsbedrijven, cateraars, douane, Koninklijke Commerce C, etc., wat er allemaal bij hoort. De totale economische waarde op jaarbasis is becijferd op meer dan 100 miljoen. Nou, en dat is reden genoeg geweest voor de provincie om te zeggen, dat is zo relevant voor de regio, hierin moeten wij investeren.